Welkom bij een nieuwe video. Een nieuwe video wil natuurlijk zeggen dat er opnieuw een wedstrijd is gespeeld. De tegenstander van vanavond is KAS Eupen, ofwel de Pandas. En wij gaan op zoek naar onze allereerste 3 punten. De statistieken daarvoor die liggen in ons voordeel, want 3 van de 4 keer konden we winnen van die Pandas. We zijn er klaar voor, we gaan vertrekken. Het is matchdag vandaag tegen Eupen, een echte 6-punten-match. We gaan ze pakken, we gaan winnen, ik voel het. Alles komt goed. Let's go voor 3 punten. Kom aan, Beveren. Oh, even wachten. We kunnen bijna beginnen aan de wedstrijd. Maar eerst is het tijd voor nog een paar. 3-1. 4-0. 3-1. 2-3. 2-1. Ik denk 3-0. Ja, dan ga ik voor 2-0. Ik hou de kerk in het midden. We gaan voor 2-1 gaan. 3-1. Oké. Alleen maar goede reacties. Ik zie het goed komen vanavond. Ik geloof erin, we gaan die 3 punten pakken. De laatste supporters die betreden het stadion en we kunnen er eindelijk aan beginnen. De eerste helft die is afgelopen en die is op 0-0 geëindigd. Niet zoveel gebeurt in de eerste helft. Ik denk dat Mpoma de mogelijkheid laat liggen op de 1-0 met alleen op Van Kronbrugge te gaan. Die bal die had er echt in gemoeten en dan stond het 1-0 en stonden wij nu rustig op voorsprong aan de rust. Het is 0-0. Alles geven in de tweede helft. We moeten aanvallender spelen, want het loopt niet echt lekker. Dat is mijn analyse, maar wat is die van jullie eigenlijk? Redelijk zwak. We hebben niet veel fatsoenlijk voetbal gezien eigenlijk. Dus het is te hopen dat er in de tweede helft wat meer aanvallen te zien zijn en een beetje meer actie natuurlijk. Moeten er wissels gebeuren? Goh, ik weet niet of dat veel gaat opbrengen. We zullen wel zien. Voor mij mag het nu zo blijven staan. Maar... Nee, we zijn toch gelijk op kant, hè, uiteindelijk. Moet er iets veranderen voor in de tweede helft? Veranderen natuurlijk. Je zou met meer aanvallend moeten spelen, hè, uiteindelijk. Hè. Maar op welke manier? Ja, dat is een trainer. Gaan we nog winnen? Ik denk het wel. Oké. Voilà, jullie hebben het gehoord. Aanvallender voetbal en dan gaan we zeker nog winnen. Ik geloof er ook in. Tweede helft, nog 45 minuten om die eerste 3 punten te pakken. Ik geloof erin. De wedstrijd is afgelopen, tegen Eupen 0-0 gespeeld. Eerste helft was helemaal niet goed. 1 kans die er eigenlijk in moest,
hebben we een beetje pech dat Poma de bal verkeerd raakt. De tweede helft was veel beter, echt veel beter. We hebben veel gecreëerd, veel mogelijkheden gehad, maar de bal was er echt niet in. We hebben heel veel pech gehad, vooral in die afwerking. Een paar keer rakelings naast, is tegen de lat, is de paal gescheerd. Ja, het zat niet mee, het zat echt niet mee dit weekend. Volgende week tegen Charleroi is er een nieuwe kans. Het is echt van moeten nu. We hebben geen excuses meer, nul. Het is gedaan met excuses zoeken. Volgende week moet er gewonnen worden. We moeten die 3 punten pakken. Vandaag was het al van moeten eigenlijk, maar volgende week moet er echt gewonnen worden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat een likeje achter als je het leuk vond. Reageer iets, deel het, mag allemaal. Ik hoop dat ik jullie volgende week opnieuw zie met opnieuw die fantastische steun, want we gaan het opnieuw nodig hebben en samen geraken wij eruit en samen gaan wij die eerste 3 punten pakken. Tot volgende week tegen Charleroi. Bedankt voor het kijken. Ciao.